Op 6, 7 en 8 juli vindt Deventer op Stelten 2018 plaats. Afgelopen woensdag werd in de Mediamarkt het programma bekendgemaakt. Wat kunnen we verwachten voor de komende editie? Het is een groot en verrassend en veelzijdig programma. We hebben veel grote voorstellingen, veel grote producties. In de hele stad, maar ook daarbuiten. Op de Beestenmarkt een grote voorstelling. In het Warplantsoen een grote voorstelling. Dus het is weer echt Deventer op Stelten. We hebben niet echt een thema voor het hele festival. We hebben wel een groot project in het kader van Deventer 1250 jaar. We gaan met een Franse kunstenaar twee grote torens van karton bouwen van 20 meter hoog. En het kerkje waarmee Lebuinus Deventer ooit heeft gesticht. En dat doen we een week voorafgaande aan het festival al. Er worden 3600 dozen in elkaar geplakt en daar hebben we iedereen bij nodig. Dus daar kunnen mensen zich ook voor opgeven om mee te helpen. 1250 mensen hebben we daarvoor nodig. Dus dat doen we in het kader van het jubileumjaar. We hebben een hele grote voorstelling van Theater Titanic op de Beestenmarkt. Met een groot spektakel, met podia en rondrijdende objecten door het publiek. Met special effects en het is echt een grote productie. We hebben in het Warplantsoen een voorstelling die uiteindelijk eindigt aan een luchtballon. Dus dat is ook een grote productie. En in de Boreeltuin hebben we de nieuwe grote pleinvoorstelling van Theater Gaius. Dus ja, dat zijn drie grote voorstellingen. Er zijn paradevoorstellingen op de Brink, rondtrekkend. Die blijven op de Brink, dus niet zoals vorig jaar door de hele stad. Maar wel ook twee grotere parades, niet zo groot als vorig jaar, maar wel twee rondtrekkende voorstellingen. Op de Brink met nog heel veel kleine andere voorstellingen. Ik vind de voorstellingen die we binnen hebben, waar mensen tickets voor moeten kopen, die zijn allemaal echt heel goed en heel bijzonder. In de Bergkerk hebben we een hele mooie dansvoorstelling, echt tussen het publiek, wat heel anders is dan anders. In de Schouwburg hebben we twee voorstellingen waarbij het publiek bij beide voorstellingen rondom plaats moet nemen. Eén heel acrobatisch, jongleer spektakel en de andere echt een hele mooie poëtische voorstelling met vijf grote palen, ook heel bijzonder. En we hebben voor het eerst een voorstelling in de Burgerweeshuis, in de grote zaal van theatergroep Bot. We hebben één nieuwe locatie, Burgerweeshuis dus, maar ook de Brinkpoortplein. Het is een heel leuk pleintje voor de Deventer Leerschool, waar we eigenlijk al jaren een hele leuke voorstelling willen. En die hebben we voor dit jaar gevonden, dus dat is een nieuwe locatie. Kaartverkoop begint 1 juni. Alle kaarten zijn €6 voor iedereen. Dus voor vier voorstellingen moeten mensen kaart kopen en de rest is allemaal gratis. Als je alles wil zien, ben je echt drie dagen druk. Het is zoveel en zo groot. En als je ook de kleinere voorstellingen wil zien, of op de Nieuwe Markt hebben we een voorstelling met een hele mooie rode container. Of op het klooster, of op het Lammen van Dieseplein. Dan ben je echt wel drie dagen bezig. Kijk voor meer informatie op deventeropstelten.nl.